Super tof dat jullie kijken vandaag naar deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het zondag alweer oudjaarsdag. Dus de laatste dag van 2017. Wanneer deze vlog dus op mijn kanaal komt, is het al langer bij 2018. Maar in ieder geval, doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet onder op mijn kanaal te abonneren. Vandaag moet ik even naar de Albert Heijn, omdat ik lucifers moet hebben. Waarom? Vanavond ga ik dus vuurwerk afsteken, 2 tassen. En dan moet ik dus lucifers hebben. Ik had vorig jaar van die hele lange, van Zena, dus van het merk van vuurwerk. Maar die heb ik nog maar eentje van, en die op. Nou, ouders hebben van die hele lange lucifers, van dat merk Zwaluw, dacht ik, zoiets. Daar hebben ze langer van, en dat vind ik fijner dan zo'n korte. Want echt, het vuurwerk is een lange fijn. Kijk, Boy heeft ook wel een gasbrander aansteker. Even het raam dicht hoor. Zo warm is het niet. En vanmorgen vroeg om 6 uur was ik hier in Renkum in het dorp brand geweest bij huis. Hoe het heeft kunnen ontstaan, geen idee. Dus het huis is ook hier voorlopig onbewoonbaar. Ik ben al een poos eigenlijk al wakker. Ik ben vanaf rond ben nu eigenlijk een uurtje al wakker. Want om 10 uur werd ik zoiets wakker. Dus het is, ja. Ik ga naar beneden voor ontbijten. Ik ben terug van het dorp en het is nu 12:30. En mijn moeder en ik gaan dus straks om 1:05 weg. We gaan namelijk hier naar het karbiet schieten. Het zit hier dichtbij en daar gaan we dus naartoe. Karbiet schieten is elk jaar op elke plaats natuurlijk. Vandaag is het voor mij de eerste keer dat ik daar naartoe ga. Maar wat het is, ik doe wel oortjes in. Dus geen oortjes van die gele dingen. Die hebben ze hier bij de supermarkt niet. Dat had ik gekeken. Vlog is klaar met rennen, editen. Ik zit lekker nog steeds op bed. Het is nu alweer 4:30 en nou, de tijd gaat echt knettersnel, niet normaal. Over een paar uur is het alweer, is het alweer 2018, dus ja, weet je. Wij gaan vandaag soep eten met kies, dacht ik, maar wat voor soep? I don't know. Dat gaat een uur en 2 minuten duren voordat je vlog klaar is met renderen. Dus dat duurt dus nog wel even. We moeten dus gewoon bezig met de rest. Gewoon. Dus die vlog die nu aan het renderen is, is de laatste vlog van dit jaar die ik erop zet. Volgend jaar dus. Morgen dus komt deze vlog van vandaag online. Dus eigenlijk volgend jaar. En dan hoef ik nog maar een paar weken te wachten. En dan ben ik alweer 22. Ik weet niet hoeveel weken ik moet wachten. Dat ga ik ze even vertellen. Want hoeveel weken ik moet wachten voordat ik 22 word. Even kijken. Oh, niet je rekenmachine van ga ik gek. Dus 1, 2, 3, 2 weken dan nog. Want de 19e januari ben ik op de vrijdagjarig. Dan word ik 22. Mijn opa komt dan waarschijnlijk. Ik ga dan proberen vrij te regelen met mijn werk. Want ik kan niet zelf vrij vragen nu. Omdat ik niet erin kan mijn rooster om vrij te vragen. Dus ik moet het dan gewoon op een andere manier oplossen. Dat ik dus die donderdag en die vrijdag vrij vraag. Omdat ik die donderdag mijn verjaardag in Wageningen vier. En die vrijdag de verjaardag in hier bij mijn ouders. Of ja, het weekend vier ik ook mijn verjaardag. Dus dat is het ook. Dus vandaar.
Want als ik die verjaardag in Wageningen vier donderdag, niet dat het dan heel laat kon worden. Maar toch, ik ga het er van de week even regelen. En vragen van, luister, ik ben die dag jarig, ik zou dan graag aan die donderdag ook vrij willen. Kan dat? Kan ik uitgepland worden? Ik kan niet via Sam, dat is het account waar ik... In ieder geval, ik kan geen niet vrij vragen omdat ik er niet in kan en noem maar op en dat is het. Dus ik ga het gewoon even vragen volgende week, ik ga het gewoon regelen. Omdat, kijk, je zullen misschien zeggen, ja, je had het op tijd moeten regelen. Maar ja, weet je, als ik problemen heb en ik niet kan inloggen, dan ja, is het niet anders. En ik wil graag gewoon vrij hebben dan, omdat ik dan jarig ben. En ja, ik ga niet werken op mijn verjaardag, dat zie ik niet zitten. Dus ja, dus ik ga in ieder geval wachten tot hij in de vlog klaar is met renderen. En dan zie ik jullie later wel weer als we gaan eten. En ik ben benieuwd wat we nog eten, wat voor soep. Dat in ieder geval. Oost-Indisch doof. Ja, zoiets. Oost-Indisch doof is die. Doet alleen gehoorapparaat alleen in wanneer die zin heeft. Gert had foto's van mij toegestuurd omdat hij ons gefotografeerd had. Oké. Maar die moet ik van mijn vader hebben. Bijna helemaal een soep of zo, lijkt het maar wel. Maar dat kunstwerk. Kunstwerk. En ze is papanassi met. Oh nee, spinnenzout met nasi eten of wat? Ja. Of heel veel ketchup. Of ja, heel veel. Nou, dan ben ik. Ik zit al een poos beneden. Mijn moeder is nu. Nou, ik zit lekker aan de Smirnoff, dat hoort natuurlijk bij Oud en Nieuw. En we zitten naar de oudejaarsconferentie te kijken van Guido Weijers. Ik doe echt lachen, is dat om te kijken. En mijn tas en mijn vuurwerk staan al klaar voor vanavond, of vannacht. Nou was je niet doorgaan. Nee. Daar is hij naar boven gevlucht. Beste wensen. Het klinkt je emotioneel wat. Ja, dan mag het. Fuck, zit niet het. Oeh, zit er niet om aan janken. Ik ben moe.
wens jullie ook allemaal gelukkig nieuwjaar. En een gezond 2018 natuurlijk, dat heb ik heel vaak al gezegd. Ook in de reacties van andere vlogs. Het is nu 2:30, of 2:50. Ik ga in ieder geval eens lekker naar bed, want ja, over een paar uur ga ik weer slapen, word ik weer wakker. En dan ga ik die dag dus eigenlijk vandaag, ga ik dus eigenlijk terug naar Wageningen, maar dat is de loop van de avond, dat ik dan terug naar Wageningen ga. Ik heb last van mijn buik, hoe dat kan, weet ik niet. Sinds dat ik naar binnen ben gegaan, heb ik er last van. Mijn moeder heeft last van de maag, door die hapjes die we gehad hebben. Het kan zijn dat ik het daar ook last van heb. Dat weet ik dus niet. Of dat ook zo echt is. Pyjama heb ik nog niet aan, zoals je kunt zien. Ik ga wel gewoon echt zo mijn pyjama aantrekken en dan echt zo meteen naar bed, want niet dat ik moe ben of zo, of iets voel. Maar toch ga ik gewoon slapen, want ik ken mezelf, ook al ben ik niet moe, val ik gewoon best snel in slaap. Dus ik ga in ieder geval lekker slapen. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet hieronder op mijn kanaal te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe vlog weer.